Christian! Hallo! Hallo allemaal, wat fijn dat je weer kijkt. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik wil even zeggen, ik ga vandaag naar de kermis. Nu ga ik waarschijnlijk daar wel filmen, maar de kwaliteit van de video's die ik daar zal filmen zal slechter zijn. Omdat ik met mijn telefoon film, omdat mijn camera net iets duurder is als mijn telefoon, zeg maar. En soms dan worden daar dingen gestolen, dus ja. En ik kan mijn camera toch niet meenemen in attracties, dus dan zou ik hem elke keer daar beneden moeten laten liggen. En ja, met mijn telefoon neem ik net iets sneller dan risico. De kans is klein dat hij wordt gestolen. Maar stel je voor hij wordt gestolen, dan heb ik wel echt een big problem. En ja, met mijn telefoon heb ik ook een big problem, maar dan is het een iets kleiner probleem, zeg maar. Dus ja, ik ga gewoon, zeg maar, met mijn telefoon filmen. En wacht, ik bedenk me nu, ik kan natuurlijk wel mijn oude telefoon meenemen. Want die heeft wel een 1080p 30fps camera. Nu is die lange na niet zo goed 1080p 30fps als deze camera. Ik zit even te denken. Of ik pak gewoon mijn standaard telefoon, deze die ik altijd gebruik. Ik twijfel even, maar ik ga tenminste met mijn telefoon filmen op de kermis. Want ja, ik vind het een te groot risico om mijn camera mee te nemen. Dus ja, maar ik ga er waarschijnlijk sowieso wel dingen filmen. En misschien komen er wel beelden met een hele goede camera. Want misschien ga ik weer als een of andere maffe gek staan zwaaien voor die camera's van de kermis TV. En dan kom ik er misschien wel weer op. Jee, zou super leuk zijn. Maar jongens, ik zie jullie straks. Houdoe. Nou jongens, ik heb weer een video afgeëdit. En ik krijg een melding van een DM. Ik heb mijn 31ste vlog afgeëdit. En dit is mijn 34ste vlog. Dus ik moet er nog twee. En die wil ik eigenlijk proberen vanavond na de kermis af te maken. Dus ja, ik ga nu nog even eten. En daarna ga ik denk zo ongeveer naar de kermis. Dus ja, ik heb er zin in. Naar de kermis zal ik, als ik daar ga filmen, is de kwaliteit een stuk slechter. Want dat doe ik met deze prachtige telefoon. Want ja, ik vind mijn camera iets te duur om daar naartoe mee te nemen. Voor het geval dat die wordt gestolen of wat dan ook. Of dat ik, ja, of wat er ook kan gebeuren. Ik neem het risico gewoon niet met mijn camera. En ja. Nou jongens, ik zie jullie straks en waarschijnlijk op de kermis, misschien film ik nog eerder iets, maar ik denk op de kermis. Ik ga nu zo prachtig mijn video aanzetten, mijn render sluit ik deze af, want dat doe ik in de prachtige Vegas Pro 15.0, want hey, die werkt sneller met renderen, die kan over de videokaart renderen en dan is het zo van, oh my gosh, wat gaat dat snel? Ja, wat deed ik allemaal? Baby alpaca, ja. Voor als jullie hem nog niet hebben gezien. Hij is echt het kijken waard. Ik heb een baby alpaca in die vlog gezien. En ja, ik ging nog fietsen. En we hebben een uitsmijter op. Ja, maar het was zo cute. Er waren alpacas die daar buiten rondliepen. Van een boerderij of zo. En echt, ik smolt echt van die alpacas. Hij is nu trouwens de bestanden aan het laten. Zoals jullie hier zien. En dan kan hij hem renderen. Holy glitter, mijn scherm is echt gloeiend heet. Wow. Wow. Oké, laat. Zo, hij is bijna klaar. 13 van 23, 15 van 3. Ja, hij is klaar. Woew. Oké, en dan gaan we render as. En dan deze. Woew. En daar gaat hij dan. Kijk hoe snel. Kijk die frames. Wow. Holy glitter. Hij heeft nu echt al, ja. Hij is nu binnen een paar seconden waarschijnlijk al 1%. Ja, hij is binnen 12 seconden al 1%. Holy glitter. Ja. Ik ben nog steeds zo blij met mijn nieuwe computer. Dat het renderen zo ontzettend snel gaat. Echt, oh my gosh. Maar jongens, ik zie jullie straks. Houdoei. En ik sloeg mijn neus. Toen ik deze beweging maakte, ging hij zo langs mijn neus. Niet handig. Maar, houdoe.
Tot straks. Oh my flipping god. Jongens, ik word helemaal gek. Ik ben net een half uur terug van Tilburgse kermis of zo. En ik en Marina hebben de hele dag zitten zeggen... Oh, wat zou het leuk zijn als Rutger, Thomas en Nies en Richard komen. Maar ja, dat zal toch nooit gebeuren. Wat zie ik een paar seconden... Een paar minuten geleden toen ik thuis kwam op Instastory. Ze zijn flipping op de Tilburgse kermis. Oh my god. Echt. Soms? We hadden echt gewoon langer moeten blijven. Oh my flipping god. Serieus. Echt. Ik ben nu echt... Waarom was ik niet langer gebleven? Echt. Oh my god. Jongens, ik ben nu echt gewoon alles aan het doen om vervoer te regelen. Want oh my god. Ik wil nu gewoon naar de Tilburgse kermis. Ik wil gewoon nu naar Rutger, Thomas en Richard. En Nicky. Oh my god. Ik ben echt aan het fangirlen. Ik moet vervoer in de hel. Jongens, echt. Ik word helemaal gek. Echt. Ik word helemaal gek. Oh my gosh. Help. 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 Oh my gosh, jongens. Ik heb vervoer. Mama gaat me zo brengen. En echt, oh my god. Ik ben helemaal hyped. En ja, ik ga ze dadelijk als het goed is zien. Ik hoop echt dat ze er nog niet vanaf zijn. Maar ik weet aan de hand van de Instastories precies waar ze zijn. Dus ik ga het sowieso wel redden. En oh my god, ik ben echt aan het fangirlen. Ik ga ze dadelijk zien. Oh my gosh. Oh my god, ik ben echt aan het fangirlen. Dus jullie zien dadelijk waarschijnlijk een stuk in de vlog met Rutger, Thomas, Richard. Ja, superleuk. Ik kan echt niet wachten. Tot straks. Houdoe. Hallo allemaal. Hallo. Richard is daar. Richard is daar. Waar is Richard? Hi. Hallo. En ik ben speciaal voor jullie gekomen. Ja, echt superleuk. Ja, jullie hebben het al in het vlog gezien vanmiddag, maar ja. Er is hier weer. Ja. Ja. Hey, we blijven allemaal een duimpje omhoog doen, hè? Ja. Dus, en abonneren. Ja, ik heb het al. Jongens, hallo. Kijk, jongens, daar. Zo, zo zien jullie het. Fuck, waar. Ik weet niet of je ziet op de camera. Nee. Ja, je ziet hem dus. Achter de paal. Wow. Daar is de olifant waar de prachtige foto van Rutger is geschoten. Jullie zien hem daaronder. Wow, prachtig. We gaan hem gewoon dadelijk namaken. Goed plan, hè? Ja, goed plan. Nou jongens, tot straks. Houdoe. Iets langer dan verwacht op de kermis gebleven. En ja, ik was... Het is nu bijna 12 uur. Of al 12 uur geweest. Ik denk bijna 12 uur. Want ja, ik was tot ongeveer 10:45 op de kermis, denk of zo. Iets in die richting. Dus ja, ik was nog behoorlijk lang. Dus ja, daarom heb ik niet meer zoveel gevlogd. Ik heb wel een paar dingen gefilmd op de kermis. Dus die beelden hebben jullie gezien. En ik heb gefilmd met Rutger, Thomas en Richard. En echt, het was superleuk. En Richard heeft ook een reactie achtergelaten op de foto. Ik zal hem nu even hieronder in beeld zetten. Nou, jongens. Dan ga ik nu even uitkleden. Ga ik in bed liggen. Oude vertrouwde bed eind. En dan, ja, dan beëindig ik de vlog. Tot zo bij het oude vertrouwde bed eind. Hou doei. Nou jongens, au. Ik krijg ineens kramp. Au. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet me niet te volgen op Twitter en Instagram. En oh my god, doet pijn. Ik heb kramp. En ja, doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Volg me even op Twitter en Instagram. Heb ik volgens mij net ook al gezegd. Maar dat maakt niet uit. Nou, tot morgen 10 uur bij een gloednieuwe vlog. Houdoe, slaap lekker.